Mijn naam is Koen van Neventuin. Mijn naam is Teun de Wild. De kernramp van Tsjernobyl is dit jaar precies 34 jaar geleden. En hij is meer in het nieuws dan ooit. Onder andere doordat er een tv-serie over gemaakt. Tsjernobyl was de grootste kernramp aller tijden. En ik wil jullie vertellen hoe dat die ramp kon ontstaan. Ik ben er geweest in de stad en bij de kerncentrale. En ik zal verslag ter plaatse uitbrengen. Het is 1986. De Koude Oorlog is op zijn hoogtepunt. Amerika en de Sovjet-Unie proberen allebei hun macht over de wereld uit te breiden. De Sovjet-Unie is dan een gigantisch gebied dat ook veel landen in Oost-Europa omvat. De invloed van de Sovjet-Unie in deze landen is enorm. 290 miljoen mensen leven in het Sovjetgebied. Om voor de stroomvoorziening van zoveel mensen te zorgen, bouwen de Sovjets nieuwe kerncentrales. Kernenergie of nucleaire energie wordt gezien als de toekomst van stroomvoorziening. Het levert veel energie op, voor in vergelijking maar weinig afval. Echter, het zal snel duidelijk worden dat er grote nadelen kunnen hangen aan kernenergie. Nu in de taxi van de grens van Rusland-Oekraïne naar een stad die ik niet kan uitspreken, maar er is een treinstation. Onze Oekraïense taxichauffeur, die sprak een beetje Duits, zit gelukkig ook. Dus hij brengt ons nu naar een redelijk grote stad met een groot treinstation. En we hopen daar de trein naar Kiev te kunnen pakken. In het noorden van Oekraïne, tegen de grens van Wit-Rusland en vlakbij de stad Pripyat, ligt de kerncentrale van Tsjernobyl. Het is een reactor van het RBMK-type, wat in het Russisch zoveel betekent als reactor met een hoog vermogen met kanalen. Het is de bedoeling dat een groot deel van de energie van de Sovjet-Unie in de toekomst uit centrales zoals deze zal komen. Nou, goedemorgen. Vandaag begint al een hele bijzondere trip. We gaan namelijk de nucleaire powerplant van Tsjernobyl bezoeken en alle dorpen eromheen. In 1986 in Oekraïne gebeurde er iets verschrikkelijks. Namelijk een van de reactoren van de nucleaire kerncentrale die ontplofte. Er gebeurde iets mee. Enorme dozen straling zijn de lucht ingeschoten, maar de overheid heeft dat geheim gehouden. En niet voordat in Finland of Noorwegen de alarmbellen gingen rinkelen van de straling die te hoog was, kwam men erachter dat er hier iets verschrikkelijk mis was gegaan. Worden er nog wel trips naartoe georganiseerd. En op deze trip gaan we vandaag. Kerncentrales zijn in feite een grote soort stoommachine. In een stoommachine verandert gekookt water in stoom. En die stoom zorgt ervoor dat een turbine gaat draaien, waardoor energie wordt opgewekt. In een kernreactor wordt hitte veroorzaakt door het zeldzame uranium te splijten. Daardoor gaat er ook water koken, wat er eveneens voor zorgt dat de turbines gaat draaien en energie wordt opgewekt. Het splijtingsproces bestaat uit het splitsen van atomen, zodat neutronen vrijkomen. De ene splijtingsreactie leidt tot de andere en de explosieve energie die dat oplevert wordt toegepast bij atoombommen. Om de snelheid van de kernsplijting in een kerncentrale in bedwang te houden, worden er in een reactor regelstaven gebruikt. Die regelstaven zijn gemaakt van materiaal als zilver en iridium, die de vrijgekomen neutronen opnemen en zo het splijtingsproces vertragen. Als ze dat niet doen, komt er te veel energie vrij en dat is gevaarlijk. Nou, ik heb mijn docent net laten vertellen dat we zijn bij checkpoint 1. De bus is hier aangekomen, alles wordt nu gecontroleerd of alles in orde is. Uiteindelijk moeten we onze paspoort laten zien, want niet iedereen mag zomaar die verboden zone in. We moeten echt een heel papierwerk aan vooraf gaan. Nou, dat hebben we in principe allemaal laten doen door de reisorganisatie. Ja, we gaan kijken of het zo meteen goed is. En dan kunnen we doorrijden en door naar de verboden zone in. In de nacht van 25 op 26 april 1986 werd door de ingenieurs van de kerncentrale van Tsjernobyl een test voorbereid die de centrale veiliger in het gebruik zou moeten maken. Als er een stroomstoring zou zijn, zou de kernsplijting namelijk gewoon doorgaan. Maar zou de reactor wel op een andere manier stroom moeten krijgen om de waterpompen te laten werken. De backup dieselgeneratoren die daarvoor gebruikt werden, hadden een volledige minuut nodig om aan te slaan. Wetenschappers vonden dit nogal gevaarlijk en wilden weten of de turbine, die nog even door zou draaien, nog steeds voldoende vermogen zou leveren om de koelinstallatie te laten werken, waardoor dat gat van een minuut overbrugd kon worden.
Tijdens de test zou het personeel het noodkoelsysteem, het lokale automatische controlesysteem en het noodstroomverminderingssysteem uitschakelen en de reactor handmatig bedienen. Als er een probleem zou plaatsvinden, zouden de computers van de centrale na een druk op de noodschakelaar alle 211 regelstaven in de reactor laten zinken om de splijting volledig te stoppen. Om 1 uur 23 begon de nachtploeg van reactor 4 de test. Ze hadden nagenoeg geen uitleg gekregen over wat ze precies moesten doen, alleen leidinggevend ingenieur Anatoly Diatlov wist precies wat de bedoeling was. En toen ging alles volledig mis. Nou, we zijn nu de eerste paspoortcontrole door. We zijn nu in de verboden zone. En dan moet ik zeggen de eerste verboden zone, want er zijn er twee. De eerste, de middelste ring, is 10 kilometer. En daaromheen ligt een gebied van nog eens 20 kilometer. Dus in totaal 30 kilometer om de reactor heen is verboden zone. En ik kijk nu even links, want we moeten de bus weer instappen. Dus we gaan vlug door. De ingenieurs van Tsjernobyl bedienden de regelstaven in die fatale nacht handmatig. En ze haalden ze grotendeels uit de reactor. Dit was om de reactor op het benodigde energieniveau te krijgen voor de test. Volgens de veiligheidsvoorschriften uit die tijd moesten er altijd minstens 28 regelstaven in de reactor achterblijven om voldoende controle te houden over het splijtingsproces. Maar de werknemers lieten er slechts 18 over. Dit was onveilig, maar werd goedgekeurd door leidinggevend ingenieur Anatoly Diatlov. Om 1 uur 23, 40 seconden nadat de test was begonnen, schoot de energieoutput in de reactor opeens omhoog. Ingenieur Alexander Akimov drukte op de noodstopschakelaar. De noodstopschakelaar moest de regelstaven in de steeds heter wordende reactor nummer 4 laten vallen en alles laten afkoelen. Met die ene druk op de knop werden de staven met grafiet aan het uiteinde in het koelwater gedropt. Het borium in de staven was bedoeld om de reactie te vertragen, maar het grafiet veroorzaakte heel kort een versnelling van de splijting in de kern. De reactie was zo krachtig dat de regelstaven braken en op 1/3 bleven hangen, waardoor alleen de uiteinden van grafiet in het koelwater van de reactor zaten. De reactor creëerde hierdoor veel meer energie dan er verwerkt kon worden. De kernsplijtingsreacties versnelden en door de druk van de stoom braken de brandstofleidingen en werd opeens het dak van de reactor afgeblazen in een enorme explosie. Radioactief materiaal werd alle kanten opgeblazen. Brokken zeer radioactief grafiet regenden op het dak van het gebouw en in de hele omgeving neer. Tsjernobyl stond in brand. Het was meteen duidelijk dat er een enorme ramp had plaatsgevonden. De inwoners van de nabijgelegen stad Pripyat zagen een vreemde gloed boven de kerncentrale uitkomen. Ze hadden geen idee in wat voor gevaar dat ze verkeerden. De stad Pripyat, vlakbij Tsjernobyl, had een stralend voorbeeld moeten worden van de glorie van de Sovjet-Unie. Ze hadden er enorm veel geld in gestoken. Er is zelfs een Olympisch zwembad gebouwd en overal waren de symbolen van de Sovjet-Unie te zien. Nou, we zijn nu in het eerste dorpje aangekomen in die 30 kilometer zone om de reactor heen. En dit was een van de dorpen die kort na de ramp is ontruimd door de Sovjet-Unie. Niet direct na de ramp, want er zijn nog wel een paar dagen overheen gegaan. Eerst hebben ze de dorpjes direct om de reactor heen ontruimd, de volgende dag pas. En een paar dagen later, op 2 mei, ongeveer deze dorpen. En de mensen wisten niet waarom ze hun huis uit moesten. En het werd ze verteld dat ze maar een paar dagen weg zouden zijn. Dus ze hoefden maar een klein beetje eten en drinken mee te nemen en een paar kleren. Maar ze zouden hier snel weer terugkomen. Nou, dat is dus niet meer gebeurd. En tot op de dag van vandaag woont hier in principe niemand meer. Maar er wordt toch wel gewerkt. Ik weet niet precies waarom dat is. Het duurde eigenlijk veel te lang. Maar Pripyat werd geëvacueerd door de autoriteiten. Iedereen moest vertrekken. Na 10 dagen waren ongeveer 135.000 mensen geëvacueerd uit een gebied met een straal van 30 kilometer rondom de ontplofte reactor. De 30 kilometer zone rondom Tsjernobyl wordt tot de dag van vandaag de vervreemdingszone genoemd. Het was voor veel inwoners van Pripyat al te laat. Ze begonnen in grote aantallen ziek te worden door de straling die was vrijgekomen in de explosie. Nou, we zijn op dit moment in Pripyat, de stad die het meest bekend is voor direct ontruimd naast een nucleaire reactor. En achter mij zien jullie hem. Daar wordt ook de Sargevaar gebouwd, daar zullen we straks naartoe gaan.
Maar we hebben nu een tijdje door de stad rondgelopen, dus we zijn een paar gebouwen ingegaan. Maar we hebben eigenlijk nooit een idee gekregen dat dit de stad was. Maar dit zou echt de stad van de Sovjet-Unie moeten worden, dicht bij de kerncentrale. Nou, daar is niks van terechtgekomen. Maar nu, op het dak van een van die grote gebouwen, dan zie je pas echt dat dit een grote stad is. Fantastisch. Sovjet-burger. En zoals je kan zien, de ravage is ontzettend. Algen aan de muren, het dak komt, of het plafond komt langzaam naar beneden, tenminste, het plasterwerk. De bank staat er nog, maar de meeste dingen zijn eigenlijk meegenomen. Ofwel meegenomen kort na de ramp, of later in de tijd daarna geplunderd. We weten het niet. Na de explosie in de reactor was de eerste zorg om de brand te blussen. Die was ontstaan na de ontbranding van koolmonoxide. Er was echter ook radioactief materiaal de omgeving ingeblazen. Hierdoor werden de hulpdiensten aan een enorm hoge stralingsdosis blootgesteld. Dit waren in de meeste gevallen dienstplichtige soldaten die in 40 seconden een hogere stralingsdosis opliepen dan een gemiddeld persoon in een heel leven. Veel van deze mannen zouden de ramp niet overleven. Levensgevaarlijke radioactief materiaal hoopte zich ook op in de kelder van de reactor, zoals de beruchte Elephant's Foot. Nadat de uitslaande brand geblust was, dropte men met helikopters zand en een materiaal genaamd borium in de reactor om de kernreactie die daar nog steeds doorging te stoppen. Uiteindelijk zou men de hele reactor vol storten met beton om de straling tegen te houden. De eerste melding van het ongeluk in de buitenwereld kwam niet van de Sovjet-autoriteiten, maar van onderzoekers in Zweden. De Sovjet-autoriteiten hadden er namelijk alles aan gedaan om de ramp geheim te houden. Dit omdat ze de ramp zagen als een afgang tegenover het Westen. Zweedse onderzoekers hadden een grote wolk met radioactief materiaal opgemerkt, die door de wind richting het noorden en het noordwesten werd geblazen. De meeste neerslag met radioactieve stofdeeltjes kwam vrij gedurende de eerste 10 dagen na het ongeluk. Rond 2 mei bereikte de radioactieve wolk uit Tsjernobyl ook België en Nederland. De deeltjes met radioactiviteit erin zijn heel gevaarlijk voor mensen. Het beschadigt onze cellen en veroorzaakt kanker. Voedsel dat besmet is met radioactieve deeltjes kan niet meer gegeten of gedronken worden. De mensen die te dicht bij de reactor waren, zoals ingenieur Alexander Akimov, zouden binnen enkele weken overlijden aan zeer extreme, acute stralingvergiftiging. Er blijven nog veel vragen over de ramp in de Russische kerncentrale bij Tsjernobyl. Op het Russische tv-journaal werd melding gemaakt van 2 dodelijke slachtoffers. Maar in Kiev gaan er geruchten dat het er 2000 zijn. De Sovjet-Unie werd geconfronteerd met de catastrofale gevolgen van de explosie in de kerncentrale van Tsjernobyl. De reactor was in volledige meltdown. Oftewel, de energie die nog altijd vrij kwam, was niet meer te controleren. En de vloer was letterlijk aan het smelten. Als het radioactieve materiaal dat ertussen superverhit was, door de betonnen vloer heen zou smelten en het water in de tanks daaronder zou bereiken, bestond het gevaar dat al dat water in één klap zou verdampen. Dit zou een nucleaire explosie kunnen veroorzaken. En hierdoor bestond weer het gevaar dat een groot deel van Oost-Europa onbewoonbaar zou worden door het vrijkomen van enorme hoeveelheden radioactieve deeltjes. Deze verdere ramp werd voorkomen door de heldhaftige actie van 3 mannen. Alexei Ananenko, Valery Bespalov en Boris Baranov. Het gevaar was extreem. De kelder van de reactor stond half vol met radioactief water en het zou moeilijk zijn hun weg te vinden, maar desondanks trokken deze 3 mannen duikpakken aan en trokken door een massa van ondergelopen gangen op zoek naar een draaiventiel om het water weg te laten lopen. Dat is ze gelukt en dat maakt ze tot enkele van de grootste helden uit de recente geschiedenis. Er werd verwacht dat door de extreme radioactieve straling ze het niet zouden overleven. Maar wonderlijk genoeg hebben ze alle 3 de ramp overleefd. Boris Baranov is als enige tot nu toe overleden in 2005 aan een hartaanval.
Om te voorkomen dat de smeltende reactorkern het drinkwater van de omgeving zou vergiftigen, werden mijnwerkers ingeschakeld om een tunnel onder de reactor door te graven en een machine te plaatsen die de warmte van de reactor zou kunnen opvangen. De mijnwerkers werkten in extreme hitte, maar desondanks was de tunnel binnen 6 weken al af. Er was ook nog altijd het probleem van het radioactieve puin op het dak van de reactor. Het deel van het dak dat de codenaam Masha had gekregen, lag vol met radioactieve brokken grafiet en deze plek was extreem gevaarlijk. Desondanks werden er soldaten opgestuurd om de brokken terug in de reactor te gooien. Deze soldaten konden vanwege de straling niet langer dan 90 seconden op het dak blijven. De ramp leek na al deze acties, die maanden hebben geduurd, enigszins onder controle. De zogenaamde fallout van het ongeluk trok echter over een groot deel van Europa. Er werd een graasverbod voor koeien ingesteld om besmetting van melk te voorkomen. Tevens mocht net geoogste bladgroente niet verkocht worden. In veel landen werden jodiumtabletten uitgedeeld die moesten voorkomen dat radioactieve deeltjes door het lichaam opgenomen worden. Kinderen mochten niet buiten spelen vanwege de fallout. Om de reactor werd een betonnen sarcofaag gebouwd die in november 1989 af zou zijn. Hierbij denk ik wel dat waar het allemaal om draait, reactor 4 van de Tsjernobyl Nuclear Power Plant. Achter mij zien jullie de reactor. En zoals je ziet, hij is helemaal volgegoot met beton. De zogenaamde sarcofaag. 30 jaar geleden is hij gebouwd direct na de ramp om de straling binnen te houden. Dat lukt niet heel goed, want inmiddels begint die sarcofaag barsten te vertonen. Hij valt langzaam maar zeker uit elkaar, ook al wordt hij wel bijgehouden. Om verdere straling te voorkomen zijn ze nu een nieuwe sarcofaag gaan bouwen. En die wordt hier gebouwd. In feite is het gewoon één grote halve cilinder die ze uiteindelijk over een paar jaar over reactor 4 heen schuiven om de straling binnen te houden. En deze wordt gefinancierd door onder andere de Europese Unie, want de kosten zijn ruim 3 miljard. Dat zou Oekraïne nooit kunnen betalen. De lange termijn gevolgen van de ramp waren ernstig. 40% van het Europees landoppervlak werd getroffen door de gevaarlijke fallout. En tot de dag van vandaag heeft landbouw in Finland en Zweden te maken met problemen door de straling van Tsjernobyl. Honderdduizenden mensen hebben gezondheidsklachten opgelopen door de ramp en het aantal doden door kanker, veroorzaakt door straling, is minstens 5000. Hoewel andere onderzoeken spreken van veel meer doden als gevolg van de ramp in Tsjernobyl. Opmerkelijk genoeg herstelde de natuur zich heel snel na de ramp. En vandaag de dag is te zien hoe groen de omgeving van Tsjernobyl geworden is. De straling is inmiddels ook flink verminderd. Tijdens een wandeling door Pripyat krijg je momenteel minder straling binnen dan bij een röntgenfoto bij de tandarts. En het is dan ook misschien niet zo raar dat er heel veel toeristen op dit moment in Pripyat te vinden zijn. De ramp heeft een enorme invloed gehad op ons beeld van kernenergie. Het wordt nog altijd als extreem gevaarlijk gezien en in series en films is dat beeld alleen maar versterkt. Nadat Oekraïne in 1991 onafhankelijk was geworden van de Sovjet-Unie, stond de nieuwe regering onder grote internationale druk om de centrale van Tsjernobyl, die 5% van het land van energie voorzag, te sluiten. De andere 3 reactors van de centrale waren namelijk vrij snel na de ramp gewoon weer in bedrijf genomen, want de centrale was simpelweg nodig voor de energievoorziening. Na een ontmoeting met de Amerikaanse president Bill Clinton werd besloten de reactoren nog voor het begin van de winter van 2000 te sluiten. Hier kwam nog wat verzet tegen, maar op vrijdag 15 december 2000 werd de energiecentrale in Tsjernobyl voorgoed gesloten. Inmiddels is de nieuwe sarcofaag over de reactor heen geschoven. Het gevaarte van 35 miljoen kilo werd over ruim 300 meter verplaatst, van de bouwplaats naar de centrale. Nu kan worden begonnen met verdere opruimwerkzaamheden zonder dat er verdere straling kan ontsnappen. Het verhaal van Tsjernobyl is helaas nog niet voorbij. Dat is het verhaal van Tsjernobyl. Maar waar ik eigenlijk het meest benieuwd naar ben, hoe was de ervaring om daar te zijn? Ja, het was heel vreemd om zelf in die stad te zijn. De stad waar het gebeurd was en waar de effecten van de ramp zo duidelijk zichtbaar waren. Daarnaast, ja, ik heb op de plek gestaan waar het ongeval plaatsvond. En dat was gewoon een hele onwerkelijke situatie. I don't want
set the world on fire. I just want to start a flame in your heart. In my heart I have but one desire, and that one is you. No.